Ik ga hier het buffet opzetten. Dan kan iedereen nemen wat ze willen. Ja, dat is goed. Wanneer komen onze gasten? Gaat het feest snel beginnen? Nee, onze oudejaarsfeestje begint pas vanavond. Ik ga nu snel beginnen, want ik heb nog veel te doen. Ah, jammer! Ik kijk er zo naar uit! Misschien moet je een dutje doen, dan kan je tot middernacht opblijven. Begint middendag het nieuwe jaar? Ja, dat klopt. En dat willen we vieren. Maar ik ben niet moe! Ik zou je instoppen. Dan kun je een beetje gaan slapen. Oh, ik kan niet slapen. Denk aan waarover je wilt dromen. Maar ik weet niet waar ik over wil dromen. Misschien over een kasteel, dat we prinsessen zijn of zoiets. Lena, Lena, wakker worden! Wat is er, Anna? Vanavond is het ons oudejaarsfeestje. Je mag niet verslapen. Dat klopt. We moeten ons nog omkleden. Waar is mama? Daar in de badkamer. Hallo kinderen. Nou, zijn jullie wakker geworden? Ja. We moeten ons nog verkleden voor het feest. Ja, je kunt deze paarse jurk dragen. En misschien een andere kapsel waarmee je je kroon kunt dragen. Oh ja. Zo prinses Lena, bevalt de nieuwe kapsel je? Ja, het is geweldig. En hier nog je kroon. Nu kun je jezelf bekijken in de grote spiegel. Ja, mooi. Ik vind het leuk. Nu is het jouw beurt, prinses Anna. Krijg ik ook iets anders te dragen? Natuurlijk. En kam en doe ik ook nog even. Kijk Anna, de kleine kroon past goed bij je. Ja. Krijg ik ooit ook zo'n grote kroon, net zoals die van jou? Natuurlijk. Als je wat groter bent, laten we kijken wat beneden allemaal gebeurt. Hallo papa! Ga maar naar de eetzaal, daar zijn oma en opa. Hallo kinderen! Hallo opa! Hallo opa! Oma, je hebt je voor vandaag heel mooi gekleed. Nou ja, je vindt niet elke dag oudejaarsavond. Opa, speel je vandaag op de viool voor ons? Ja. Kijk die heerlijke thee. Oh, het liefst zou ik het gelijk willen opeten. Hallo, hallo Paul. Hallo, hallo allemaal. Waar is Alex? Hij is van mij weggerend omdat hij zich niet wil omkleden. Nu verstopt hij zich ergens en ik kan hem niet vinden. Hij kan niet ver weg zijn. Anna en Lena kunnen je helpen. Oh ja, ik speel ook graag de stoppetje. Eerst gaan we beneden zoeken. Wat zoek je? Alex wil zich niet omkleden en verstopte zich. Dus nu moeten we hem zoeken. Ook achter de troon is hij niet. En hij is ook niet in zijn bed. Het liefst zou ik graag op het grote bed willen springen, maar we moeten zoeken. Daar is een goede verstopplek. Wacht maar Alex, ik heb je. Wat stinkt er zo? Jak, knoflook, wat doet dat hier? Ik
gehoord dat knoflook helpt tegen vampieren. Of een van de tweeling heeft een grap uitgehaald. Snel, er weer in. Misschien is hij in mijn bed. Oh, Mickey, heb je lekker in mijn warme bed gelegen? Hier in mijn kamer is hij ook niet. Nu moeten we hem snel vinden. De eerste gasten komen namelijk al. Alex, Alex, kom eruit. Het feest begint. Helaas hebben we hem niet gevonden. Ik helaas ook niet. Nu gaan we naar beneden. De gasten zijn er al. Ja, goed. Ik zou zeggen, we snijden de taart nu, want ik heb al honger. Ja! Ja! Dus wie wil het eerste stuk? Ik! Taart! Lekker! Jij ondeugende das! Dat ik er niet aan heb gedacht om je uit je schuilplaats te lokken met eten. Je bent er altijd als er eten is. Leuk dat je hier bent, Alex! Kinderen. Oh, ik droomde zoiets moois dat ik een prinses was. Dat heb ik ook gedroomd. Kom maar naar beneden. Ons feest is begonnen. Hallo. Hallo. Paul, ik moet je vertellen wat ik heb gedroomd. Alex, alles eten. Lekker. Alex, laat je nog iets voor ons over? Wij wensen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar. Lieve kinderen en lieve Playmobil-kijkers. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je de video leuk vond, dan zien wij graag de duimpjes omhoog. En als je zin hebt in meer, dan kan je hierop klikken voor meer video van ons. De familie Huizer. Doeg!